En het mooie is, we blijven allemaal op het podium staan, omdat we nu een echt boerinnenstuk krijgen. En daarbij horen we elkaar te steunen en te supporten. En daarom wil ik jullie vragen of jullie als een soort cordon om de spreeksters die op dit moment naar voren komen, willen blijven staan. Want samen zijn de boeren in één in Nederland. En dat willen we op deze manier graag laten zien. En we zijn echt ongelooflijk trots als organisatie dat we jullie zo bij elkaar hebben gekregen. Mijn naam is Martine Kruijder. Ik ben de echtgenoot van een melkveehouder, maar ik noem mezelf gewoon keihard boerin. Punt. Ik hou van het platteland, ik hou van de boerinnen, ik hou van alles wat de boeren doen voor Nederland. Ze voorzien ons van voedsel, elke dag opnieuw, zonder ooit te klagen. Maar soms is de maand vol en dan gaan we naar Amsterdam. En wij zijn hier vanuit de boerinnen omdat we u willen laten weten hoe het is als boerengezin, wat er gebeurt als er zoveel verandert in Nederland. En dan vooral als het ons aangaat. En er is één iemand voor op de bres gaan staan en dat is Monique van den Broek. En die heeft de actie bedacht, kom je aan de boer, dan kom je aan mij. Monique, mag ik je uitnodigen? Monique, de titel alleen al, kom je aan de boer, dan kom je aan mij. Hoe kwam je daar zo op? Ja, de zinnen zeggen het eigenlijk al. Ten eerste ben ik getrouwd met een boer. Ja, als je aan hem komt, dan kom je aan mij. Kom je aan de boeren, dan kom je aan mij. Maar ook, het gaat niet alleen over de boeren. Het gaat niet alleen over boze boeren. En het gaat zeker niet alleen over radicale boeren, waar de pers ons soms van beticht. Het gaat ook over ons, wij als boerinnen, de gezinnen van de boeren, de omgeving van de boeren, de dieren, noem het allemaal op. En daarvoor heb jij een actie bedacht. En dat is voor het eerst dat ik het ooit zo groots aangepakt heb gezien worden. Want je hebt gevraagd aan boerinnen. Schrijf nou eens op, wat gebeurt er nou met jullie als gezin en met jou als vrouw als er zulke dingen gebeuren op het platteland? En daar heb jij een brievenactie voor gestart. En jij bent vandaag zo dapper, want zo mag ik het wel zeggen, om te gaan voorlezen uit je eigen werk, maar ook uit het werk van de vrouwen die jou hebben geschreven. Dus geef jou graag de microfoon. Dankjewel. En ja, we hadden een oproep op Facebook gezet om inderdaad een brief te schrijven van jongens, laat nou eens zien aan de rest van Nederland, of eigenlijk vooral aan de minister-president, wat gaat er om bij jullie in het gezin? En ja, er zijn best veel aanmeldingen opgekomen en dat verbaasde me enigszins. Want een boer of een boerin, wij zijn niet de mensen die naar buiten treden. Wij blijven op het erf, we lossen zelf onze problemen wel op. Maar die zijn te groot geworden. En daarom ben ik ontzettend trots. En ik ga ervan uit dat er verschillende vrouwen tussen staan. Maar op allemaal de mensen die geschreven hebben. En ik ga beginnen gewoon. Dus de reden waarom ik hier vandaag sta. Omdat ik tijdens een slapeloze nacht besloot om onze minister-president Mark Rutte een brief te schrijven. Die slapeloze nacht had ik na het zien van zijn persconferentie op vrijdag 1 november. Onbegrijpelijk vond en vind ik het. Het ene moment zegt Mark Rutte dat Nederland een land is waar een boer moet kunnen zijn en blijven. Een ander moment geeft hij aan dat hij zeker de boeren niet de schuld wil geven van het stikstofprobleem. Hij is het ermee oneens om die schuld in onze schoenen te schuiven. Hij geeft aan dat we een van de meest innovatieve agrarische sectoren ter wereld hebben en dat hij zeker trots is op de agrarische sector. Vervolgens zegt hij nog geen maand later, tijdens de persconferentie op 1 november en overigens niet voor de eerste keer, boeren in de buurt van Natura 2000 gebieden gaan we opkopen of verplaatsen. Ook hoor ik hem in een filmpje tijdens een interview zeggen dat het nu eenmaal makkelijker is om een weiland leeg te trekken om op te bouwen dan te bouwen in de stad. Maar goed, ik had dus die slapeloze nacht waarin ik met een brok in mijn keel en branderige ogen in het donker lag te staren. Het raakte me namelijk diep, omdat ons bedrijf binnen een straal van 1 kilometer van het Natura 2000 gebied ligt. De meest irritante en beangstigende vragen streden in mijn hoofd om voorrang en op een gegeven moment vroeg ik me af of Mark Rutte ook wakker zou liggen. Of hij zou denken aan al die boerenfamilies die waarschijnlijk uit hun huis en vertrouwde omgeving van meerdere generaties moeten vertrekken. Waarschijnlijk niet, bedacht ik mij, want hij kent ze niet persoonlijk en dat maakt het lekker makkelijk. En dat was in het kort voor mij persoonlijk de aanleiding om die bewuste brief naar Mark Rutte te schrijven. Om er hopelijk voor te zorgen dat hij voortaan een gezicht ziet. Zodra hij en zijn kabinet weer gezellig gaan zitten freubelen met cijfertjes, regeltjes en euro's. Om een boekhoudkundig probleem lekker makkelijk op te lossen over onze rug.
Er worden door deze ellende namelijk echte mensen geraakt. Met echte zorgen en met echte frustraties. En, dan niet, en niet alleen de boer. De boze boer of de radicale boer, zoals ik net al zei. Waar de media ons altijd zo graag mee om de oren slaat. Het gaat ook om de boerinnen, het gezin, de familie, de dieren en de omgeving van de boer. Mensen die niet alleen bang zijn hun baan kwijt te raken, maar daarbij ook hun huis en hun manier van leven. Een bestaan wat soms al van generatie op generatie is opgebouwd. En dat allemaal in dienst van de samenleving. Met Agractie besloten we om er een brievenschrijfactie van te maken. Want zeg nu zelf, één brief is geen brief en heel erg makkelijk kwijt te raken. De naam van deze actie, zoals eerder gezegd, kom je aan de boer, dan kom je aan mij. Omdat het inderdaad niet alleen over boeren gaat, maar ook om ons. Ondanks, oh jongens, ik ga nu dingen vertellen die we het eigenlijk net al gezegd hebben, sorry. Ik ga even verder. Ondertussen hebben nu verschillende stoere boerinnen, boerendochters, moeders van boeren, een hopelijk aankomende boerin en een dierenarts de stoute schoenen aangetrokken en brieven naar onze minister-president verstuurd. En om het voor hen makkelijk te maken, hebben we deze brieven voor de zekerheid ook maar online gezet via www.agractie.nl. Gewoon voor het geval die brieven onderweg in Den Haag per ongeluk kwijtraken. Eigenlijk verdienen al die brieven met ieder hun eigen heftige verhaal hier een podium. Maar als we ze allemaal hier zouden voorlezen, zijn we vanavond nog niet klaar. Straks zullen drie van deze stoere mensen hun brief aan jullie voorlezen. Enkele stukjes uit de andere brieven wil ik jullie echter ook niet onthouden. Zo krijgen jullie een klein beetje een beeld van wat er leeft bij deze echte mensen van het platteland. Carolien schrijft bijvoorbeeld over de frustrerende ontmoeting met een beleidsmedewerker uit haar gemeente. Goh, hebben jullie nou nog last van de stikstofcrisis? Vroeg hij. Verbouwereerd keek ik hem aan en vroeg me af of hij enig besef had van de impact op onze sector, op ons bedrijf of ons gezin. De frustratie en machteloosheid die ik voelde tijdens dit korte gesprek ervaren mijn boer en ik al maanden. Wat gaat er besloten worden? Wat hangt ons nu weer boven het hoofd? Ondertussen moeten we doorinvesteren voor de toekomst. Of omdat de subsidie anders vervalt, of omdat het welzijn van onze koeien in het geding komt. De stress hierover is enorm. Familie en vrienden zijn onze zorgen en negativiteit intussen wel zat. Want ja, er komt geen eind aan. Om ons heen zien we steeds meer bedrijven verdwijnen, wat een zeer onheilspellend gevoel geeft. Boeren werken veel te lange dagen om arbeidskosten te besparen, zijn mentaal en fysiek op. Verbijten zich, of nog erger, verhangen zich. Ellie, een bezorgde moeder van een boer, vraagt zich af hoe het kan bestaan dat door allerlei stromingen de landbouw onderuit wordt geschoffeld. We voelen ons teleurgesteld en bedreigd. Het blijkt dat groeperingen in de samenleving ons willen uitroeien, over de rand willen kieperen. Het doet zo'n pijn in de media te volgen wat er over de sector wordt uitgekraamd. Mijn keel wordt dichtgeknepen als niet het eerlijke verhaal verteld wordt. Ik vraag u met de hand op mijn hart om dit te voorkomen. Een minister-president is er toch voor alle Nederlanders?